U had een opnamestop ingesteld en die is nu, dat is nu klaar. We hebben hem gelukkig kunnen opheffen, dus de spoedeisende hulp is weer open. Ja, lijkt me een zware beslissing om te nemen. Ja, het is een hele moeilijke beslissing, want als ziekenhuis heb je natuurlijk eigenlijk in beginsel het idee dat je nooit dicht mag. Maar we moesten het echt even doen om wat verlichting te brengen in het ziekenhuis. Ja, want hoe heeft het zover kunnen komen? Dat klinkt heel erg zwaar, maar u zit gewoon vol. Daar komt het op neer. Gisteren zaten wij meer dan vol en eigenlijk de hele week daarvoor ook. En dat is natuurlijk heel zorgelijk. Je ziet het aantal coronapatiënten dat een ziekenhuis nodig heeft nu hard toenemen. Ja, ja, ja. Nu kan u toch weer open. Dat betekent dat er ruimte is gekomen. Hoe is dat zo ontstaan? De afgelopen nacht heeft gelukkig verlichting geboden, want er was geen instroom van patiënten. En we zijn ook heel dankbaar dat een aantal andere ziekenhuizen van buiten de regio gistermiddag en gisteravond patiënten heeft overgenomen van ons ziekenhuis. U heeft eerder aangegeven dat dat zeg maar, nogal ja, moeizaam gaat, dat loopt een beetje stroef. Kan u dat eens uitleggen? Waar loopt dat dan vast, zeg maar, die verplaatsing? Ja, dat is vanuit mijn positie natuurlijk niet helemaal te beoordelen. Ik denk dat wij het als ziekenhuis heel druk hebben, maar dat andere ziekenhuizen het ook druk hebben. En dat het dus gewoon moeilijk is om nu nog een plek te vinden. En dat geeft ook aan dat de situatie, hoewel het nu prima weer gaat, maar nog steeds wel heel zorgelijk is. Sluit u uit dat u in de toekomst misschien weer dicht moet op korte termijn? Nou, we gaan het proberen te voorkomen en als we hulp blijven krijgen van andere ziekenhuizen, dan zal het niet nodig zijn. Maar ik sluit het ook niet uit. Nee. Wat doet dat zelf met u als voorzitter, dat u moet zeggen tegen patiënten, ja, we kunnen u niet opnemen? Ja, dat is gewoon heel naar. Ja, ik kan er weinig anders van zeggen. Dat is echt heel naar. Het is het laatste wat je wil doen. Ik denk dat dit ziekenhuis ook nog nooit eerder zo lang gesloten is geweest voor patiënten. Maar het gaat niet anders. We hebben de afgelopen anderhalve week ongeveer anderhalf keer zoveel coronapatiënten in huis gehad als wij in het laatste stadium van de opschaling zouden moeten hebben. En dat hou je gewoon niet eindeloos vol als ziekenhuis. Nee. Hoe is uw personeel eronder? Het personeel was gisteren eigenlijk heel dankbaar dat we even de deur dicht hebben gedaan, zodat zij weer op adem konden komen. Ja, ja, ja. En kan u mij nog eens uitleggen, dus even een stapje terug, waarom zouden bijvoorbeeld de patiënten niet in Lelystad op de locatie opgevangen kunnen worden? Ja, was dat maar zo, hè? We hebben ook altijd gezegd, je kan voor bijna al je zorg terecht in Lelystad. En nou gaat het hier net met een pandemie om die zorg waarbij je echt een intensive care achter je nodig hebt. En dat is ook waarom we hier tegen de grenzen aanlopen en waarom heel veel andere ziekenhuizen ook tegen de grens aanlopen.